Beste Paul, ik krijg zojuist dit mailtje van je. En het is niet helemaal zo dat ik een onderwijskatalogus ga ontwikkelen voor alle opleidingen. Het is meer zo dat dat vanuit NetSchool ja, in feite de eis is. We kunnen niet anders. Wat staat daarin? Daarin komt te staan per deelnemer, per opleiding, welke verschillende vakken er gegeven worden. Op welk niveau die vakken gegeven worden en hoeveel uur per periode die vakken gegeven worden. Daarnaast kunnen er per periode aan die vakken inleverdocumenten en toetsmomenten worden toegevoegd. Dat kan een docent uiteindelijk straks zelf, nu gaat dat nog niet. Wanneer is het klaar? Volgens 3Ships zijn ze eind van de zomer klaar met de module die nog gebouwd wordt, waar deelnemers zelf kunnen zien en waarbij wij dus ook kunnen zien wat een deelnemer uiteindelijk te zien krijgt van wat we nu allemaal aan het doen zijn. Plus dat dan ook de module klaar is waarin docenten zelf hun eigen content kunnen uploaden middels het vrij eenvoudig sleur- en pleurprincipe in plaats van ja, de materialenbank die er tot nu toe voor gebruikt werd. Wel blijft dat er een eenvoudige koppeling tussen de verschillende cohorten en de deelnemers die daarin zitten tot stand gebracht kan worden. Ik zal je heel even laten zien wat we tot nu toe aan het bouwen zijn en dan hoop ik dat je een beetje een beeld krijgt. Ik zal deze even wegklikken. Dit kan dus ook weg. Ik zal daar voor de aardigheid even bij pakken. Dit zijn de overzichten die eruit komen rollen als je gaat kijken naar Junior Account Manager bijvoorbeeld. Dan zie je hier de totale aantal uren die er op dit moment in de planning verwerkt worden als het gaat om begeleide onderwijstijd, BPV-tijd, totalentijd, nou, dat soort van zaken. Dat is nog niet helemaal af, daar zijn we nog druk mee bezig. Ik zal je laten zien wat er op dit moment gebouwd wordt en hoe dat gaat. Dit is het kwalificatiedossier logistiek, je ziet dat hier. En dit is het curriculum logistiek medewerker Bol. Dit gaat allemaal over de eerstejaars voor de komende opleidingen. En dan maken we per periode maken we de verschillende lessen en de verschillende pakketten die deelnemers moeten volgen, maken we op deze manier met kleurblokken ook inzichtelijk. Die kleurblokken ontstaan naar aanleiding van is het AVO, is het theorie, is het zelfleren of is het BPV. En zoals je bijvoorbeeld hier ziet bij Nederlands 2F, op het moment dat ik hier op dat vraagtekentje klik, dan krijg je de achterliggende modules nog te zien die wij nu allemaal aan het vullen zijn. Daarin staan de eigenschappen, dat betekent daarin wordt aangegeven de begeleide onderwijstijd, het aantal uren zelfstudie. Daar moet nog over gekeken worden, want uiteindelijk is de bedoeling dat we 1000 uur begeleide onderwijstijd inplannen per jaar en dat er nog 600 uur zelfstudie moet worden opgevoerd. Dan geven we hier aan wat de leerlijn is. Is het AVO en hoort het bij basisdeel, profieldeel of keuzedeel. Het aantal klokuren wordt uitgerekend en dan is dus het aantal zelfstudieuren wordt in klokuren gegeven. Dus dit is het totaal studiebelastingstijd voor deze periode Nederlands op 2F niveau. Daarachter zitten de werkprocessen. Dan kun je zien, het is Nederlands op 2F niveau. Dat is voor AVO natuurlijk evident. Bij de taken echter kan je zien dat hier een digitale inleveropdracht is voorzien. En daar kan dan een cijferbeoordeling aan worden gehangen. En dan krijg je daarachter content. Daar kan een docent straks zelf documenten of een studieroute aan toevoegen. Dat werkt als het zometeen allemaal af is, tamelijk eenvoudig. Je kan documenten, Word, pagina's en zo gewoon op je bureaublad hebben staan. En die sleep je hier naartoe, die laat je los. Je kan er een omschrijving bij geven. Je kan er een window bij geven wanneer dingen moeten worden ingeleverd en wanneer het af moet zijn. En de cijfers die daaruit komen, die komen in de self-service in NetSchool voor elke deelnemer op zich weer beschikbaar. Dus als ik deze even sluit, dan zal je zien, dit hele spul, dat wordt gekoppeld aan alle klassen logistiek medewerkers Bol die het komende jaar beginnen. En die zien dan dus ook dit soort zaken. Je zal hier zien bij Warehouse, niet helemaal mijn forte, zal ik je vertellen, maar dan kan je hier bijvoorbeeld bij de werkprocessen zien dat daar
Andere kerntaken worden benoemd en uiteindelijk is het mooie van dit systeem ook dat je straks in één klap kunt zien, dekken we alle kerntaken, dekken we alle werkprocessen af met alles wat we nu aan het doen zijn. Valt dat onder al die verschillende vakken? Dat is zoals het er nu voor staat. En wat er nu nog gebeurt is dat we dit allemaal aan het controleren zijn nog aan de hand van de uren. Klopt dit allemaal? Staat dit er allemaal goed in? Zijn alle uren goed toegewezen? Het wordt allemaal nog een keertje doorgerekend. Je ziet hier bijvoorbeeld dat de BPV-uren er wel vrijwel goed in staan, maar dat de begeleide onderwijstijd, daar moeten we nog even naar kijken, want daar zit een of andere vreemde omrekenfactor in die niet helemaal goed loopt. Dit is wat we aan het bouwen zijn, dit is wat we aan het doen zijn, dit is wat een deelnemer en een docent straks te zien krijgt. Dus eigenlijk is dit het hele overzicht van alle verschillende opleidingen die we geven. En als je hier kijkt bij commercie, dan zul je zien dat daarachter assistent manager, commercieel medewerker, junior account en vestigingsmanager zit. En bijvoorbeeld bij junior account zie je dan, het is een 2-jarige bolopleiding. Sorry, 3-jarige bolopleiding met 4 periodes per jaar. Dan staan hierachter de activiteiten en dan krijg je hier dus ook weer dat keurige totaaloverzicht waarin AVO-vakken, theorievakken, keuzedelen, theorie- en praktijkkoppelingen en dat soort zaken allemaal terug te vinden zijn. Dit is nogal een klus, hier zijn we vrij druk mee en dit vindt allemaal zijn basis eigenlijk in de onderwijscatalogus die we vullen met alle verschillende vakken die er voor commercie gegeven worden. En je ziet dat zijn er nogal wat. Bij logistiek zijn het er zelfs op dit moment nog meer. En wat we langzaam gaan proberen is om te zorgen dat dit allemaal helemaal 100% strak staat. En dan daarna komt het spul vanzelf jullie kant op. Dus op dit moment, als je content nodig hebt, content wilt laten uploaden. Het spijt me, maar daar moet je nog heel even mee wachten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Tot gauw, denk ik maar.